konijnen zaten op het ene moment zaten ze nog blij in het hok hun voer op te eten en het volgende moment waren ze dood. Een waarschuwing voor konijnenhouders. In de regio Schagen heerst het besmettelijk en dodelijke konijnenvirus VHD. Bij kinderboerderij Kibo in Schagen zijn afgelopen week al 3 dieren overleden. Hier liepen ze, maar nu even niet. En dan denk je altijd aan, hoe kan dat? 3, eentje buiten, eentje hier. Dat is geen ouderdom, want dan zit er wel wat anders achter. Dan neem je contact op met de dierenartsenpraktijk en je googelt zelf even. En dan kom je al snel tot de conclusie dat het eigenlijk waarschijnlijk VHD is. En dat is een virusziekte die voor konijnen dodelijk is. En op het moment dat ze het virus hebben, dan is er niks aan te doen. Hier hebben we normaal ook konijnen in zitten. Ook leeg. Ja. Ook leeg, ja. Het dierenasiel in Tuitjehoren heeft al maatregelen getroffen. Het virus heeft het asiel gelukkig nog niet bereikt. Nou, gelukkig is hier nog helemaal niks aan de hand. En we zijn natuurlijk wel heel erg voorzichtig. We hebben een ontsmettingsbak waar bezoekers en de vrijwilligers doorheen moeten met de schoenen voordat ze bij de konijnen mogen komen. En nu zijn we extra alert natuurlijk. Het is een virus wat bij konijnen voorkomt en af en toe dan waart het gewoon rond. Dan hoor je weer eens dat er ergens weer een explosie is. En het is gewoon een heel naar virus. En als konijnen niet gevaccineerd zijn, dan is het bijna altijd wel dodelijk. Ik raad mensen aan om in ieder geval de konijnen te vaccineren. En ook zorgen dat ze niet in de buurt kunnen komen van wilde konijnen, want die kunnen die besmetting ook overdragen. En verder natuurlijk dagelijks je konijn goed in de gaten houden. Dan heb ik cavia's, konijnen, muizen, duiven, kippen, kalkoenen, parelhoenders, noem maar op, schapen en geiten. En die lopen geen gevaar. En mensen? Voor mensen is het ook niet gevaarlijk. Het enige is met dit virus dat het makkelijk overdraagbaar is. Onder je schoenen neem je het mee en je loopt naar huis en je eigen konijntje zou je daarmee kunnen besmetten. Ja, verder zijn jullie gewoon open, hè? Ja, we zijn gewoon open, want voor mensen is het niet gevaarlijk.